Ja, Bolt was getipt door iemand in Amsterdam. Dat er een graficus was, met grote etsen. Met een atelier op de oude Zijs Kork, kop van de Zeedijk. En dat het nogal spectaculair was. Hij is toen naar Amsterdam gekomen en zag mijn etsen. Ik was 22 jaar. En stelde voor om een tentoonstelling van etsen in het Groningen Museum te maken. Ik had een artikel gelezen over Tom Mercure in de Volkskrant, meen ik. Dat daar in Friesland, dat Friesland was voor mij nog heel ver weg. Hij daar wel aardig tentoonstellingen deed in het Koopmanshuis. Het was een vrij uitgebreid artikel en ik herinner me wel een teneur van een bepaalde plezierige eigenwijsheid. En toen heb ik Tom uitgenodigd. Was heel enthousiast over mijn Shadowcase Productions. En zei, als jij naar Friesland komt, maak ik direct een tentoonstelling van je in het Koopmanshuis. Dat heeft hij ook gedaan. Ja, ik kwam voor het eerst de Afsluitdijk over. Met de rust en de ruimte. Ik zit eerst in de buurt van Dokkum, bij Oostrum, met een atelier in Beeldsum. Daar maakte ik vooral etsen en tekeningen. Veel geëtst toen ik hier kwam, omdat het zo groot was. Toen heb ik een tijd heftig geschilderd. Ja, daar ben ik ook mee gestopt. Het werd te veel allemaal. En tekenen en schilderen en etsen en sculpturen. En ja, daarna kwam het te liggen op de andere disciplines. Het tekenen kwam erbij in eerste instantie. Ja, daar vond ik heel veel plezier in het tekenen. En dat heeft aan het etsen overgenomen. En ja, ik vind de geheimzinnigheid van het etsen en het bijten nog steeds een mooi mysterie eigenlijk wel, hoor. Het schilderen moest ik qua techniek ook dan, zou dat willen moeten doorforsen. Terwijl het etsen en de tekeningen en de sculptuur was ik al heel erg op streek. Moeten daar nou ook nog schilderijen bij, hè? Dat vond ik toch niet zo noodzakelijk eigenlijk. En daar kwam bij dat in die tijd maakte ik ook mijn eerste reis naar IJsland in 1991. Ja, een natuuraspect, was met water bezig, met de reflecties van licht op het water, hè? Structuurveranderingen, hooggolf, kleine golven. Dus horizontaal water en ik wilde ook verticaal water. Ja, dat is een enorme injectie geweest. En nog steeds eigenlijk, hè? De vertalingen worden natuurlijk anders dan in het begin. Die watervallen moet je niet al te letterlijk nemen, maar het is meer de atmosfeer ook, ja. Hè? En het licht wat daar heel anders is en je existeren is er anders, het is daar stil, rustig en nou ja, goed, het is een andere atmosfeer waar je ondergedompeld wordt en dat neem je mee, hier mee naartoe. Je moet niet blijven steken bij die watervallen, hè? En die bergen, die moet je eigen maken en in een andere context plaatsen, anders blijven het plaatjes of worden het plaatjes. Het zijn altijd vertalingen die dan weer de opstap zijn naar de kleinere formaat tekeningen en die zijn weer voor de volgende fases van de grote horizontale tekeningen en de verticale tekeningen of cartoon en de sculpturen.
Ja, het is atmosfeer, vorm, structuur, geluid. Het is een mooie vorm voor vorm. En af en toe valt je oog op iets dat je denkt, dat zie ik nu pas. Van kijken naar zien en weer van zien naar kijken. En komt ook dat denkproces op gang en blader weer de andere aantekeningen. En dan kan je dat invoegen. En zo, als een puzzel bijna, die nooit op te lossen is, komt er wel iets, kan er iets spannends uitkomen. Dat je denkt, verrek, ja, dit is het. Meestal met het bladeren in de boekjes. Dan heb je een paar puzzelstukken en die kunnen dan benoemd worden. Heb je al geraapt. Hè? En dan laat ik een tijdje rusten of misschien dat ik meteen al heel enthousiast ben en meteen met verder doorgaan met 8B stift of met zwaarder houtskool of met de Oost-Indische inkt. Dat zijn zo de materialen die ik gebruik. Meestal werk je op, er zijn twee wanden in het atelier, hè? Dus één horizontaal, ander verticaal, dus dat voedt elkaar ook wel. Op papier, begin alleen maar met houtskool. Hè? Niet al te langmatig, want het is, je hebt zoveel mooie houtskooltjes en 8 en 6B potloden, et cetera. En alle gradaties van dunne Oost-Indische inkt en je hebt nog gesso ook. De hele trucendoos als het ware. Het atelier staan alle materialen, er staan sculpturen die ik dan weer verander. Door de blik van bovenaf, doordat ik net getekend heb. Ja. Ik denk, verrek, ja, en andersom ook. Je hebt een beïnvloeding van elkaar. Of zelfs dat ik even naar buiten loop, denk, verrek. Het is allemaal het osmose van kijken en doorbladeren en opmerkzaam zijn, scherp kijken. Het loopt allemaal in elkaar over. Het is in- en in- uitademen. Het is een heel logisch, organisch proces voor mij. Kijk, als die vorm geen betekenis heeft, krijgt die leegte ook geen betekenis.